Mooi nummer, altijd een groot feest met Guus Meeuwis natuurlijk, samen met zijn buddy Marco Borsato. Schouder aan schouder. En ja, dat moet je ook staan als je het hebt over dementie. Hè. Dan moet je om de mensen heen gaan staan. Dan moet je schouder aan schouder blijven staan. Daar gaan we het over hebben nog het komende half uur. Want toneelvereniging Durf speelt donderdag 16, vrijdag 17, zaterdag 18 en zondag 19 juni 2016. Het vergeten leven van Elsa Klein in de bekende Drangstudio in Den Haag. Mooie theaterlocatie overigens. In samenwerking met regisseur Marion Pankhoff heeft Durf een stuk geschreven over ouderdom, dementie, onvermogen, schuldgevoelens en de zorg anno 2016. De dementerende hoofdpersoon, Elsa Klein, voert je mee met aangrijpende momenten. Want als niemand je meer als volwassen behandelt en je eigen kinderen je vreemden zijn, hoe combineer je een drukwerkend leven met de zorg voor je hulpbehoevende moeder? En wat vertel je haar dat thuis wonen geen optie meer is? En wat als ze jou op een dag niet meer herkent? Aan de telefoon hebben we Egon de Prouw. Hij is voorzitter van toneelvereniging Durf. Egon, goedenavond. Goedenavond. De toneelvereniging bestaat al heel lang. Kun je iets meer vertellen over de geschiedenis van Durf? Ja, we zijn in 1921 begonnen. Ooit als toneelvereniging Durft te spelen destijds nog. En dat is begonnen eigenlijk op school. Allerlei docenten die besloten dat ze wel eens iets aan theater wilden doen. En die zijn toen de toneelvereniging begonnen. Aanvankelijk vooral nog cabaret volgens mij, maar goed, in 1921 was ik er nog niet bij. Dus ik weet niet alle details, maar in ieder geval een rijke geschiedenis. En is het zo dat Durf Egon altijd maatschappelijke thema's oppakt of is dit een toevalstreffer? Nou, we zijn vorig jaar veranderd van naam, van Durf te spelen naar Durf. En we willen eigenlijk toch wel steeds meer deze kant op. Ik merk van dat het amateurtoneel, waar alleen maar de oma's en opa's en de lieve vrienden naartoe komen, dat steeds minder belang heeft. En daarom willen we eigenlijk kijken, van, kunnen we nou door maatschappelijke thema's te raken toch nog nuttig toneel maken eigenlijk. Nou, jullie spelen 16, 17, 18 en 19 juni in de Drangstudio in Den Haag. Is dat de enige locatie of spelen jullie verder nog? Ga je het land in? Ja. Nee, helaas gaan we niet het land in. Dat is best lastig met zoveel spelers ook die we hebben, die allemaal daarnaast nog werken. Dus we spelen echt die ene week alleen in het Drangstudio. Dus ja, wees erbij, zou ik zeggen. Ja, het is natuurlijk een aansprekend thema. We hebben net iemand aan de telefoon gehad. Die organiseert elke twee weken het Alzheimer Café bij ons in de regio. Hoe is dit onderwerp bij jullie op het pad gekomen van de toneelvereniging om daarmee aan de slag te gaan? Nou, we hebben aanvankelijk eigenlijk onder de leden gevraagd, wat vinden we nou een belangrijk thema? Waar willen we het over hebben? En toen hebben we een brainstormavond gehouden. En eigenlijk kwam al heel snel aan bod dat veel mensen te maken hadden met de zorg in het algemeen. En dementie toch ook wel een erg belangrijk thema in veel van onze leden hun leven is geweest. En toen is eigenlijk heel snel besloten dat we daar iets over wilden maken. Nog totaal geen idee wat we dan wilden maken, maar in ieder geval dat onderwerp stond redelijk snel vast. En hoe hebben jullie dan achtergrondinformatie ingewonnen? Zijn jullie gaan praten of hebben jullie het vooral dicht bij jezelf gehouden? Waar ligt de bron? Beide eigenlijk. Het Alzheimer Café die jullie net hebben gesproken, die hebben wij ook bezocht. En ook hebben we gevraagd of we mee mochten lopen bij een aantal afdelingen. En zo hebben we live mogen meemaken hoe hard die mensen werken in de zorg. En ook hoe bijzonder het is om deze ziekte te hebben. Hoe je van het ene moment nog hartstikke goed aanspreekbaar bent. En vijf minuten later ben je in je eigen wereld. Ja, dan heb je een thema, dan heb je wat research gedaan, dan heb je nog geen theaterstuk, nog geen toneelstuk. Nee. Dat is een gigantisch proces, want ja, je zei het net zelf al, waar begin je? Ja, dat was interessant. Daar hadden wij ook geen idee van. We hebben eigenlijk door onze regisseur opgekregen een aantal onderwerpen van, nou, improviseer eens een scène over dit of dit en schrijf eens een stukje over dit of dit. En langzaamaan zijn daar eigenlijk bruikbare scènes aan voortgekomen en daar volgens onze regisseur Marian Pankhoff een stuk op geschreven. Dan mag je natuurlijk nog niet te veel verklappen. Het is net als een goed boek. Maar we zijn natuurlijk wel heel erg benieuwd. De mensen die op dit moment luisteren, die hebben zoiets van, ja, ik hou wel van theater, van toneel. Ik vind het een aansprekend onderwerp. Iedereen kent wel iemand in zijn of haar omgeving die daar helaas mee te maken heeft. Wat kunnen we verwachten? Kun je iets vertellen over het vergeten leven van Elsa Klein? Ja, nou, je zei het al in je intro. Elsa Klein is onze hoofdrolspeelster. Of onze hoofdpersonage eigenlijk. En je ziet vanuit het oogpunt van haar eigenlijk hoe zij langzaamaan die ziekte beleeft. Dus als publiek zal je ook niet altijd helemaal begrijpen waar je naar kijkt. Omdat je soms
vanuit de ogen van onze hoofdpersonage beleefd. En nou ja, in ieder geval in onze optiek gebeuren daar soms best bijzondere dingen dan. Beetje absurdistisch? Soms wel. Dat is toch weer afgewisseld met juist weer hele mooie scènes en heftige scènes. Die juist weer veel meer vanuit het perspectief van de kinderen of vanuit de omgeving worden gezien. Met wat voor doel willen jullie dan de bezoekers weer de zaal laten verlaten? Nou, we hebben eigenlijk vanaf het begin gezegd, en daar was onze regisseur met name heel stellig in, we gaan niet een mening geven. We gaan niet zeggen, dit is goed of dit is fout. Maar we willen eigenlijk allerlei aspecten laten zien en we hopen dat de mensen gaan nadenken na afloop van onze voorstelling. Ja, de zorg anno 2016 staat ook in jullie persbericht. Wij weten allemaal wel een beetje, ja, de zorg ligt onder vuur. Hoe komen de hulpverleners, de verplegers bij jullie in het stuk eruit? Is dat nog een positief verhaal? Nou, aanvankelijk was dat niet zo'n positief verhaal en hebben we ze vooral heel snel willen neerzetten. Mensen die geen tijd hebben voor hun patiënten. Maar het onderzoek wat we hebben gedaan en de meeloopdagen hebben ons eigenlijk laten zien dat de mensen die werken in de zorg toch wel degelijk heel veel liefde hebben voor hun patiënten. Cliënten, zeggen ze zelfs. En daaruit blijkt eigenlijk dat we dat die kant veel meer moesten gaan belichten. Dus nu is de mix van liefde voor de cliënten, maar wel ja, de enorme druk die er nou eenmaal vanwege de financiën is. Egon, waar kunnen de mensen die op dit moment luisteren en denken van nou, ik heb in dat weekend rondom midden juni nog wel wat tijd over en ik vind het geen probleem als je lekker af te zakken naar Den Haag. Waar kunnen we kaarten voor krijgen? De kaarten zijn te koop op www.hoenu.nl en meer informatie over ons, onze vereniging en over onze voorstelling vind je op www.durftoneel.nl. En het is voor alle duidelijkheid in de Drankstudio aan de Schelpenkade 45 in Den Haag. Klopt. Waar zitten jullie nu in het proces? Want jij staat nu volgens mij fysiek zelfs in het Dranktheater. Jullie gaan vanavond weer oefenen met z'n allen. Ja, ik sta nu zelfs in onze repetitieruimte. Onze repetitieruimte waar wij normaal repeteren. En wij zijn nog 2 weken van tevoren. Dus de stress is behoorlijk toegeslagen. Zoals dat hoort om deze tijd. En we gaan vanavond een doorloop doen. En kijken of we een beetje de snelheid erin kunnen krijgen in de voorstelling. Krijgen we met succes nog een vervolg? Wie weet, het bevalt ons in ieder geval heel goed om een maatschappelijk thema aan te raken. Dus daar krijgen we zeker een vervolg van. Nou, we zijn benieuwd. Wij komen in elk geval kijken en succes vanavond met alle voorbereidingen. Bedankt en jullie succes met de uitzending. Dankjewel.